It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij de allereerste beta video hier op mijn kanaal Chesto. Vandaag is het dinsdag 19 augustus en het is op dit moment bijna 9 uur dat ik dit opneem. En ik ga hem ook gelijk online zetten. Maar we spelen vandaag een potje TDM op de map Hunted. Ik speel met de HRK 7 Automatic met de Tempest Specialist Streaks. De UAV, de Hellstorm is van die andere streak, weet ik nog niet. Maar laat niet van jou blauw duimpje omhoog achter en helpt me natuurlijk enorm. We gaan gewoon kijken wat we gaan doen. Eerst potjes dit. Even kijken hoe alles werkt. Je kan... Is dit de double jump? Oh. Oké. Want dat is double jump was. Wow, weg hier. Als dat de double jump was, dan was het niet zoals ik had verwacht in ieder geval. Ik had meer Advanced Warfare verwacht. Let's go, keer onder water. Holy shit, let's go. Ik moet natuurlijk weer hier even hierin. Oh, ik word geraakt. Oh, je kan niet zo lang onder water, dat is hem. Haha, lol. Ik dacht ik word geraakt in mijn rug. Er gebeurt helemaal niks. Let's go. Oh, gelijk al level 3. Zo. Dat gaat lekker. Ik heb bijna mijn UAV nog 25 punten. Wat ik van de game vind. Ik kan er nog niet heel veel over zeggen, want ik heb nog niks unlocked. Maar, tot nu toe, mijn mening vind ik hem chill spelen. Sixth Sense. Tank Sixth Sense. Nee, kut. 1 keer voor mijn UV ga ik dood. Hoe knife eigenlijk? Ah, hier. Je ziet je knife. Alleen, het is geen knife dat je 1 keer iemand doodknijft, want ik heb al geprobeerd iemand te knijven in private match net. Ik ging even mijn settings customizen. Ah, ik ben noob jongen, ik gooi mijn flashbang verkeerd. Maar, ik zit te wachten tot ik de Man O' War kan unlocken. Dat ding is zo ziek chill. Je kan wandrunnen, even omhoog. Dan moet je X ingedrukt houden voor de mensen die dat nog niet weten. Oh, daar zit hij. Ik zat even voor de let op, hè. 3, 2, 1. Hier is een wall. Ik heb een Tempest. Let's go. Dit ding is zo'n beest. Nee, ik schoot mis. Ik ben hem kwijt. Ik ben zo'n lul. Ik heb eindelijk mijn fucking specialist. En dan ga ik dood. Komt de Hellstorm mis aan. Nog precies dezelfde Hellstorm mis zoals gewoon in andere Call of Duty's. Ik ben weer onder water. Weg hier. Ik ben Advanced Warfare gewend als je dan gaat dubbeljumpen. Maar je kan hier dus niet dubbel wegjumpen als je begrijpt wat ik bedoel. Hier. Hij knijft me ook. Zag je dat? We hadden allebei een knife reflex en je kan niet in één keer knijven. Hij had dan weer geluk dat hij net een quick draw had, die ik nog net niet heb unlocked. Daar heeft hij dan zijn geluk mee. Ik ben er echt wel blij mee met de panic knife als ik eerlijk ben. Maar ja. By the way, ik heb ook een handgun. Ik weet niet of dat chill ding is. Dat heb ik gezien bij Jiraski. Ah, nou laat maar. Laat maar, dat gaan we niet doen. Er staan 9 om 5, niet altijd best cool, maar het is het allereerste potje, dus ik heb nog niks uitgeprobeerd. Granaat. Ik gooi mijn steungranaat gewoon even. Daar zit hij daar. Teammatch zit daar. Wat? Holy shit, hoe kon hij hebben? Had die Kuda zeker? Oh nee, ook die ARK. Zo, hij is wel lekker dan. Waarschijnlijk is het die gozer die MVP staat. Maar kijk, je houdt dus walbrungen. Oh, dat kan hier niet. Ik zal dat ook wel even voordoen als ik niet vergeet. Kijk, je doet zo. Dan hou je kruis ingedrukt en dan kan je zo langs de muur rennen.
Niet doodgaan. Ja hoor, ik ben nog dood ook. Dit is echt een slecht potje, maar het is mijn allereerste potje. Ik ga hier nou even de game een beetje uittesten. En dan over een paar uurtjes ga ik nog een paar video's opnemen natuurlijk. Zodat ik al wat beter ben. Kut, ik ga dood. Ja. Jongens, vergeef me. Ik kan er niks aan doen, echt niet. Ik probeer gewoon mijn best te doen. We zijn wel level 3 al gelijk. Ik vind het wel knap met wat we doen. Hoe kon hij nog niet doodgaan, die gozer? Of ik hem een assist op doe. Waar ik ook wel blij ben, op ben, is dat je weer assist counter skill hebt. Dus dat is wel relaxed. Ik heb weer mijn Tempest, als ik nu weer dood ga gelijk. Let's go. Oh, ik schoot er gelijk twee. Dat is niet nodig. Oh shit! Wat is dit dan? Heeft hij ook zijn specialist? Ja, we hebben ook specialist. Holy shit, dat ding is ook wel relaxed houden. Maar ik heb gewoon de Tempest gekozen omdat ik eigenlijk dat handpistooltje wou. Ik weet even niet meer hoe die heette. De Predator? Nee, ik weet het even niet hè. Als ik die had gehad, dan had ik... Zo, die wapens level ook snel, jongen. Dan heb ik natuurlijk gewoon lekker die gebruikt. Ga even hier campen. Zo, hij zag me niet. Dat heb ik echt geluk. Hij zag me wel. Holy shit. Oké, we gaan dit potje wel verliezen, zo te zien. Want ja, ik ga niet altijd goed. 12 om 10. Weet je hoe slecht het is? Maar ja, het is de eerste indruk van een game, dus... Weet je, ik kan er niks aan doen. Oké, hij is down. Ik heb ook tot nu toe alleen maar met dit wapen gespeeld. Het is de eerste keer. Dus ik ga ook even wat variëren met wapens. En je hoort de voetstap in het spel heel erg. Dat kan ik je wel vertellen. Dat is een ding. Ik kan wel sound horen in dit spel. Daar ben ik op zich ook wel blij mee. Aan de andere kant... Ook weer niet. Maar ik ga in plaats Awareness. Dus of Dead Silence. Ga ik gewoon. Hoe noem je dat? Sixth Sense gebruiken. Want... Twee keer 20 om 10 is alsnog onze eindscore geworden. Jongens, mocht je genoten van dit allereerste video, laat dan alsjeblieft je blauw duimpje omhoog achter. Ik ga hem gelijk renderen nu en gelijk uploaden, zodat jullie die zien. Er is geen thumbnail bij, maar dat maakt niet uit. Jongens, super erg bedankt voor het kijken naar deze video. Laat je blauw duimpje omhoog achter. En tot de volgende Black Ops 3 video, jongens. Later!